wat goed. Nog één, wat fijn. Hoi, Marie Weber. Meribeth Blom. Dag, Meri. Fijn dat je er bent. Onze grootste angst is dat in Andijk, want dan komt die route aangevlogen, hè, dat daar op 1800 meter wordt er gevlogen. En dan gaan ze in Andijk, mogen ze omhoog. Maar voordat ze hoog zijn, moet de gashendel 4 keer open. Dat is een bulderend geraas. En dan word je echt uit je werk gehaald en schrik je. En weet je, het gaat niet eens om het geluid op zich, hè. Want we hebben veel geluid. Maar het gaat om de stress die het mensen geeft. Kom, we gaan, mensen. Vanaf april 2019 gaan er op Lelystad Airport 11 vliegbewegingen per dag plaatsvinden. Dit wordt jaarlijks uitgebreid tot een maximaal van 123. Een deel daarvan komt op ongeveer 1800 meter hoogte boven West-Friesland. Het uitbreiden van het vliegveld stuit op veel verzet in het hele land. Als we nu niet iets doen, dan geven we carte blanche om allerlei soorten dingen uit te halen die het ten koste gaan van het leefmilieu van onze grote groene provincie. En dan krijgen we daar de vliegtuigen overheen. Daar zaten we echt niet op te wachten, want daarvoor zijn we niet verhuisd. Want we gaan in Noord-Holland, net als jullie allemaal, hartstikke last krijgen hiervan. En daarom zeggen wij echt met z'n allen: deze laagvliegroutes kunnen niet, mogen niet. Is CO2 heel erg slecht, maar ook voor onze rust. Ik vond dat het goed ging. Alleen ik had lange tijd willen hebben. Want mensen moeten goed gaan weten dat die luchtverkeersleiding Nederland, dat die de boosdoener is. Hè? Dus dat moeten mensen goed weten. En ik denk door dit gaat de overheid, denk ik, hoop ik, wat nadenken.